In deze presentatie wordt behandeld hoe je een monster kan nemen waar je GC op wilt gaan uitvoeren. Er zijn drie soorten monsters: vaste monsters, vloeibare monsters en gasvormige monsters. Vaste monsters worden verzameld in containers die je kunt afsluiten en wordt dan een deel van het monster in de container geschept. Bij vloeibare monsters gebeurt eigenlijk hetzelfde. Een deel wordt in een afsluitbare container geschept. Dus samengevat worden vaste monsters en vloeibare monsters altijd in containers bewaard die afgesloten kunnen worden. Maar hoe zit het nu voor gasmonsters? Voor gasmonsters heb je meer opties en die ga ik hierna met jullie behandelen. Hoe neem je een gasmonster? De eerste manier om een gasmonster te nemen is, zoals bij vaste en vloeibare monsters, om een deel van het gas in de container te scheppen. Dus je hebt een gasmonster en daardoorheen haal je een container waarbij je een deel van het gas in de container schept en deze container sluit je dan af. De container moet dan wel na het afsluiten gasdicht zijn, zodat het monster dat in de container is opgesloten onveranderd blijft. Daarnaast is het scheppen van een deel gas een momentopname. Gas is nogal diffuus en verandert heel erg snel, dus bij gasmonsters is het altijd de vraag of de momentopname wel een reëel beeld geeft van de situatie die je wil monsteren. De tweede manier om een gasmonster te nemen is om gebruik te maken van trappen. Trappen is het proces waarbij je gasmonster over een kolom gevuld met vast of vloeibaar dragenmateriaal wordt geleid. De analieten hebben dan interactie met het vast of vloeibare dragenmateriaal, terwijl de overige verbindingen waarin je niet geïnteresseerd bent door de kolom heen stromen. De kolom die gevuld is met vast of vloeibaar dragenmateriaal is een soort van GC-kolom. Hij is alleen veel korter en vaak ook wat dikker. Om het gas op de trappingkolom te krijgen, zul je het gas moeten verpompen naar de kolom. De analieten worden dus op de kolom getrapt of vastgehouden en de interferenties zullen doorstromen. Dit is een voorbeeld waarbij de kolom is gevuld met vastdragenmateriaal. Je kunt hetzelfde doen waarbij de kolom is gecoat met een vloeibaar dragenmateriaal. Ook hier zal het gas moeten worden verpompt naar de kolom waarbij de analieten worden vastgehouden en de interfereerde verbindingen zullen doorstromen. Trappen heeft een drietal voordelen. Ten eerste kan je veel langere monsternamen nemen, zodat het monster niet meer een momentopname is, maar dat je voor een langere tijd een gebied kan monitoren of een gemiddelde daarvan kan nemen. Omdat je veel meer gasmonster over je trappingkolom heen kan leiden, betekent het ook dat analiet vanuit een grote gasmonster naar een kleine kolom toe gaat en dus geconcentreerd zal worden. Ten derde, omdat analiet trapt en heel veel van de interfererende verbindingen in het monster niet, zal er ook nog een opzuivering plaatsvinden. De derde manier om een gasmonster te nemen is eigenlijk de meest simpele. Je kan namelijk het gas direct in de GC injecteren. Op dat moment heb je een pomp nodig die het gas naar de injector van de GC brengt. Dat betekent dat de GC een monster neemt uit zijn directe omgeving. En dat betekent dat de GC in zijn omgeving waar wordt bemonsterd moet worden geplaatst. Het heet dan dat de GC in field wordt geplaatst. Dus samengevat, wat heb ik jullie in deze presentatie verteld? Ten eerste, vaste en vloeibare monsters worden altijd in een container genomen en opgeslagen. Voor gasmonsters heb je drie manieren om deze te nemen. De eerste is om in een gasdichte container een monster te nemen en deze op te slaan. De tweede is om trappingkolommen te gebruiken en zo via trappen het monster te nemen. En ten derde is om direct in de GC te injecteren.